otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Het is weer een nieuwe dag. Met een nieuwe autorit. Het stripje zit vast, hè? Ja. Hem los. Gelukkig. Helemaal vastgeplakt. En wij zijn onderweg naar wel iets heel erg leuks. Want wij gaan namelijk zorgen dat de bestellingen klaargemaakt kunnen worden voor Nederland. We gaan bijna weg, hè? Ja. Misschien is zuster verdwijnt nu heel snel. Het is donderdag. Ja. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. Nog 5 dagen. Dus we gaan het een en ander nu bij elkaar verzamelen, zodat we dat kunnen meenemen. En we beginnen met de olie. Ja. Die gaan we ophalen. Dus er zijn best wel wat olieflessen nog, hè? Best wel. Ik hoop dat die auto nog omhoog komt. Best wel veel meer als dat ik in ieder geval had verwacht. Want we hebben alles bij elkaar opgeteld. En natuurlijk de 1 liter flesjes, dat is ook nog olie. Dus het is niet alleen de 5 liter, maar het is ook nog eens de gewone liters. Dus het zijn behoorlijk wat flessen. En wij rijden nu dus aan de andere kant van de berg. Kijk eens even. 800 liter. Ja. Hier is het strak blauw bijna. En daar is het helemaal donker. Dat is Sierra Nevada. Ja. Je ziet de puntjes dus niet, want er is mist. Maar er ligt heel veel sneeuw. Ja. En dat is Langeron daarboven. Waar het water vandaan ja. komt. Waar je altijd die etiketten ziet met dat rode. Ja. Oh, wat een mooie natuur hier, hè? Nou, hè? Ik heb het voorruim schoonmaken. Oké, er komt een auto aan. Oh. Ja, dat gebeurt ook niet vaak. Nou. Auto rijden hier. Nou, eindelijk. Echt. Komt u maar. Is het schoon? Ja. Schoon genoeg om er doorheen te kijken. Herfstkleuren. De camera. Ja, mooi hè. Dat is altijd in die hoek hier. Zijn wij, dat is zeggen zo wij, mooi. Herfstkleuren? Volgens mij is het al winter, toch? Of niet? Ja, volgens mij ook, ja. Wanneer is de winter begonnen? Kan iemand mij dat vertellen onder in de comments? Ik dacht in oktober. 23 in oktober de winter? In de november? Ik denk, ja. Oh ja, de herfst is dan. Ja, wou net zeggen. Ik ben heel... De tijd. Herfst, ja. 23 oktober, november. Begint hij nou al oh, te komen? Nee. Nou, ik denk ook nog. Als we maar niet stilstaan hier in die bergen, in onze uppie. Nee, want we gaan nu naar beneden. Ja. En dan zakt de pijlstok natuurlijk, want straks dan loopt hij weer op. Gelukkig. Ze zijn bezig. De olijven. Je kijkt. Oh, moet wat aan, nee. Dan ga ik er even langs. Nou jongens. Kijk dan hoe cool. Hier komt jullie olijf. Oh, hier vandaan. Dan gaan de olijfjes erin. Hoe vet is dat? Ik zag weg uit zo. Ja. Ja hoor, daar zijn we. We gaan even kijken hoe het gemaakt wordt. Dat is wel super leuk. Hier is die tonne. Komt het dan hier? Oh, dit is de olie. Van de machines. Oh, moet je eens kijken. Oh, die banden staan nu stil. Dat is jammer. Maar hier zijn al die olijven. Kijk hoe gaaf. Oh, en dan gaat het dus daar erop. Ik snap het niet. Hoe zit het nou? Oh, ze gooien het hier erin. Dan gaat het daar omhoog. Dan gaat het daar weer erin. Dan gaat het daar naar beneden. Dan gaat het daar weer omhoog. Dan gaat het daar naar beneden. Dan gaat het hier weer omhoog. Dan gaat het hier dus weer naar beneden. Dan gaat het daar omhoog. Dan gaat het daar omhoog. En dan gaat het hierin. Lijkt wel een attractie. Thank you.
even naar buiten, want dan kunnen jullie mij verstaan. Want het is daar natuurlijk één herrie binnen. Nou hadden ze daar een molen staan. Waarin het allemaal geperst wordt. Oh, ik moet weer naar binnen. En we mochten van hem proeven. Wacht even. Moet je zijn, heb je al aan de andere kant gekeken? Nee. Kom. We gaan proeven. Gaan ze proeven? Ja. Moet je niet eens proeven? Wij hebben al geproefd. Ja, maar hun doen met een broodje. Oh. Net was ik al even aan de andere kant. Ja. Toen we aankwamen, toen draaide die gelukkig nog. Kijk. Ja, hij scheidt ook echt alles. Het is van de olijfboom wat er allemaal afkomt. Ja. Want daarachter, bij dat hek gaat er dus in. Ja. Dan gaat het hier omhoog. Ja. Dan gaat het hier naar beneden. Dan gaat het daar weer omhoog. Dan gaat het daarachter weer naar beneden. Omhoog naar beneden. En dan gaat het als laatste daar omhoog en dan gaat het binnen in die... de fabriek in. Ja. Wauw, hé. Gaaf, hè? Om al die... Al die bladeren van die bomen. Ja, daarachter staan bakken. Nou, die kisten, die kratten. Hier. Kijk dan. Hier zie je al die olijven. Ah, die worden erin gegooid. Ja. Die worden denk ik hier erin gegooid. Ja, kijk dan. Cool, hè? Echte verse olijven allemaal, hè? Zo mooi. Is toch wel heel erg leuk om dit te zien, hè? Dus die olijfolie die jullie gewoon gaan proeven en drinken en gebruiken, die hebben jullie nu gewoon geperst zien worden. Hoe vet is dat? Ja, vet, hè? Superleuk. Hij heeft u nog even aangezet voor de allerlaatste druiven. Voor alle druiven. Ik ben zo gewend aan wijn. De allerlaatste... olijfjes. Die worden dan nog even naar boven gebracht. En dan gaan ze weer daar in de ton. Zo cool. Es solo podía poner también delante. Laden van de olie. Ik ga ook maar eens meehelpen. Ik kan de deur niet open doen. Nee. Maar het zit helemaal vol. Kijk. Achterin. Vol. En dit is alleen nog maar de olie. En die jerrycans, die zijn voor de peperolie, de knoflookolie en de naturelle olie liters, hè? Dit zijn al voor alle liters, ja. En die zijn hier ook nog. Zijn hier ook nog voor allemaal. Allemaal liters, liters, liters. En nu weten jullie dus waar het vandaan komt. En het is natuurlijk echt super vet om te zien hoe dit allemaal gemaakt wordt. Dus ik hoop dat jullie er net zo van genieten als dat wij dat doen van deze olie. Want wij vinden het echt een super lekkere olie. Dus we hopen dat jullie dat natuurlijk ook doen. Ik denk dat we weer terug gaan naar Bloppos. Of tenminste eerst naar Hazendelino. Want we gaan alles weer uitladen. Want we moeten alles klaarmaken natuurlijk voor als we naar Nederland gaan. En er moet nog veel meer in. Dus we gaan nu eerst naar Hazendelino. Dan gaan we alles weer uitladen. We zijn weer aangekomen boven in het Haza de Lino. Ah, oké. Dan moet je weer eens kijken hoe vlak die zee is. We wachten heel eventjes, want Daniel die komt ons even helpen. Want Paco die mag niet tillen. Dus die komt naar boven, dus daar moeten we heel eventjes op wachten. En dan kunnen we alles uitladen. En hier bij de bodega stallen. Dit zijn de worsten. En moet je nou toch eens kijken. Dit is zijn alle hammen. Is niet, maar dit zijn alle hammen. Hoppakee, worst. Redder in nood. Zo, wat een spul man. Hij heeft alles. Alle olijfolie.
Olijfolie. Ja. Allemaal. Ja, dat staat allemaal vol. Uit de auto. En de wijn? De wijn staat erachter. Er moet nog meer wijn in. Veel, dus, de worsten, de salsichon en de chorizo. Ja. Ik hoop, en kijk eens wie er is. Ik hoop dat het er ja. is. En waar is je tas? In de auto. De kaarten voor Baco. Ja. Ah. Ja, voor hier. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ja, je moeder gaat ze voorlezen. Vertalen. Dat is in medio recuperado. Hallo. Hallo. Gehersteld. Hallo. Ah, want ik het al. Hola Paco. Deseo que te mejores bien. Y que te puedas trabajar otra vez en tu restaurante y café. Recuerdos de Maike Verhey. Muchas gracias. Maike, muchas gracias. Er staat dus dat hij allemaal goed mag herstellen en dat hij snel weer kan werken in zijn restaurant. Ja, we moeten dan respirando bien. Volgende. Echamos el vlog y hemos dicho que Paco iba al hospital. La gente le ha mandado una carta para Paco. ¡Ay, qué bonito! Mira. Una señorita. ¿Y tú en la cama? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene esto? ¿Oye, comien? ¿Oye, comien? ¿Sí? No puedo. Punto 60. Paco, que deseo que te mejores bien. Recuerdos de Holanda, Helmond, recuperación. Rápida. Sí. En ello estamos. Muchas gracias. De Luz Kreisgeels. Gracias, Luz Kreisgeels. Gracias. Dat hij weer goed mag herstellen. Hij vindt de zuster heel erg leuk. Hij vroeg wanneer ze langskwam. En ik no puedo, punto salte. Hij zegt, wanneer komt die zuster langs? Zegt hij. Die wil ik wel. Maar Dani, ahora no punto. Maar nu kan het niet, want de hechting is weer eruit. Punto salte. Gracias. Muy bien. Terwijl wij alles in de bodega gezet hebben. Is ons Jurg nog steeds druk bezig met de voordeur? Alles. Ik heb alles erin gezet. Ja. Wij hebben alles in de auto geladen. Nee, dat is voor jullie gedaan. Nee. Ja. Hebben wij zelf gedaan. Heeft Demi zelfs gefilmd. Eén iemand heeft geholpen. Want Paco die kon niet tillen. Hallo, lieverd. Ja, het is bijna klaar. Kijk eens aan. Leuk werkje, of niet? Ja. Mooie voordeur. Staat die vast in de grondverf, hè? In die grondverf. Alles staat bij Paco. Klaar. In de bodega. We hebben ons wel een beetje vergist. Het is zoveel. Okay. We kunnen dit niet kwijt in de bus en in de auto. De aanhanger moet mee. De aanhanger moet mee, anders gaan we het echt niet doen. Zo be het. Hé, Deem. We gaan nu weer nog de rest van de zeep maken en de dingen. En de spullen afhandelen. En de doggies zijn hier. Die hebben op ons gewacht. Lekker de kachel aan, zag ik. Heerlijk. Ik heb vandaag natuurlijk niet niks gedaan. En omdat we natuurlijk volgende week naar Nederland toe gaan, heb ik de dietuin had ik van de week al opgeruimd. Dat is zeg maar de achterkant waar de tafel stond. En dan hadden we hier natuurlijk nog dat terras vanuit onze slaapkamer naar buiten toe. En dat stond ook helemaal vol met spullen. Oude deuren, oud hout, overige bouwstenen. Dus lag overal troep, plastic cel. Dus ik heb alles opgeruimd, alles naar de stort toe gebracht. Loop ik even naar buiten en dan kan ik het even laten zien wat ik gedaan heb. Ik doe deze even dicht, zo. Kijk, het ziet er weer een stuk frisser uit. En de bank die staat in de hoek. Ik heb even die tafeltjes neergezet en die moet uiteindelijk nog naar binnen. Ik heb hier alles aangeveegd. Dus het is weer helemaal netjes. Kijk, zie je van de zomer zit zo. Aan je tafeltje met je koffie erbij, 's ochtends. Niemand maakt je wat. Ik had in de reacties ook gelezen dat er een hoop mensen vroegen van... Gaan jullie nog iets met het terras doen? Ja, dat gaan we zeker doen. Kijk, je hebt hier nog een klein dakje zitten. Dat wordt helemaal vlak gemaakt eigenlijk. Dat je hier gewoon overal kan lopen. Er komt wel nog een kleine lichtkoepel hier.
En voor de rest ja, gaan we natuurlijk alles nog netter maken. Misschien dit opnieuw, cementvloertje eroverheen of tegels. Kijk, deze muren die worden nog helemaal natuurlijk gestuukt. Ik heb natuurlijk nu alleen de achterdeuren eromheen gestuukt, dat dat netjes is in ieder geval. Maar de rest van de muren moet nog gestuukt worden. En ik heb al wat elektriciteitsleidingen naar buiten toe gelegd. Dat moet natuurlijk ook nog in de muur gemaakt worden, zodat ik dan hier weer een verdeeldoos kan maken. Zodat je dus ook stroom hebt op het terras uiteindelijk. En we willen ook nog zo'n hele grote veranda hier gaan bouwen van hout. Dus er zijn nog genoeg plannen. Maar we gaan eerst nu naar Nederland. Ik ben ondertussen ook begonnen met het editen van de video van vandaag. En dan zit ik hier en dan kijk ik zo via dat lijkje naar buiten. Dan zie je daar zo die zon in de verte langzaam op de berg komen. Want de zon die gaat altijd daar rechts onder. En het was vandaag al de hele dag bewolkt. En nu zie je dus dat die zon een beetje door de wolken heen schittert. En dan krijg je een beetje dat oranje daar. Oh, dat ziet er altijd super mooi uit. Ik loop toch nog maar even één keer naar buiten om te laten zien. Kijk. Hoe nice is dat? Hey, daar is bewolkt. En daarachter gaat de zon onder. Krijg je een beetje die oranje lucht. Ik kan zelfs de zee weer zien. Mooi hoor. Kijk eens hoe netjes de hele deur in de grond verf. Ik zit ook helemaal klaar mee. Het is echt een priegelwerk. Want hij heeft precies overal om die sterretjes heel voorzichtig heen geschilderd. Zodat al die sterretjes, de hendel en het slot allemaal zichtbaar blijft. Want er komt natuurlijk nog een kleur over de grondverf heen. Maar het is wel mooi dat hij dit allemaal niet heeft meegeschilderd. Want dan straks als eindresultaat, ja, dan wordt het echt super nice. Hoe gaat hij hier? Goed. Ja? Ja. Ik zie je mijn schort aan. Ja. Was je weer bezig met zeep? Ja. Loentje. Ben je klaar voor de reis terug naar Nederland? Waar gaan we helemaal naar Nederland? Wappo. Wappo denkt alweer. Ze gaat van slapen. Ze gaat van slapen doen. Ja, zo diepe zucht. Oh, zo'n lange reis. Lieve mensen, wij hopen dat jullie ook deze vlog weer hartstikke leuk vonden. Jullie konden met Demi en mijn moeder mee naar de olijffabriek. Olijfoliefabriek bedoel ik. Dus degene die olijfolie besteld hebben, weten nu waar de olijfolie vandaan komt. Hoe leuk is dat? Ja, hoe leuk is dat? Heel leuk. Is het leuk? Ja. Echt leuk. Ja, het is echt super tof. Nou, is dat niet leuk? De mensen vinden dat leuk. Ja, de mensen vinden het super geweldig. Als je gewoon die olijfolie op je brood of in je eten giet, dan zet je die vlog op en dan zie je, kijk. Ik vind het leuk daar hoor. Daar is mijn olijfolie geperst. Dus doe even duimpjes omhoog. Ja. Vergeet hieronder niet te abonneren. Geef reacties. Ja. We gaan verder met de bestellingen nog. Sterf is druk. En dan zien we jullie morgen weer. Ik heb hartstikke honger. Ik ook. Doodles!